Dank, voorzitter. Dit kabinet doet ongelooflijk veel ter ondersteuning van Oekraïne. Tegelijkertijd is de situatie in Oekraïne ook echt op een kantelpunt. Het is cruciaal dat wij meer gaan doen. En dat is ook wat ik het kabinet zou willen vragen. Veel meer wapens. De absolute randen van het mogelijke opzoeken. De Nederlandse hulp bij wijze van spreken de komende weken verdubbelen. Spullen van de plank kopen via derde. Wapens leveren via bondgenoten. Onze eigen voorraden nagenoeg leegmaken. En daarom, meneer de voorzitter, de volgende motie. De Kamer gehoort de beraadslaging, constaterende dat het kabinet Oekraïne maximaal steunt en Rusland maximaal onder druk zet om de militaire agressie te beëindigen. Constaterende dat Oekraïne heeft aangegeven dat het op zeer korte termijn behoefte heeft aan meer en zwaardere wapenleveranties. Overwegende dat Oekraïne vecht voor haar soevereiniteit en territoriale integriteit, maar ook voor de veiligheid en vrijheid in Europa. Overwegende dat er geen taboe mag bestaan op welke wapens of wapensystemen die Nederland levert op het inkopen van wapens bij derde partijen of het leveren van wapens via andere bondgenoten, verzoekt de regering om de wapenleveranties en andere vormen van militaire steun aan Oekraïne waar mogelijk op zeer korte termijn verder op te schroeven en daarnaast bij bondgenoten aan te dringen om met spoed meer te leveren en beloofde leveranties uit te voeren. En gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door collega's Brekelmans, Agnes Mulder, Ceder en Pieri. Dank, meneer Sjoesma.